Vitamine B12 in het nieuws. Het voedingscentrum waarschuwt voor de gevaren van de green happiness. Het dieet bevat namelijk een aantal essentiële stoffen niet, waaronder B12. B12 is een essentiële voedingsstof. Dit betekent dat het menselijk lichaam vitamine B12 niet zelf kan aanmaken. Vitamine B12 speelt een belangrijke rol bij de vorming van rode bloedcellen, DNA-synthese, de werking van het zenuwstelsel en hersenfunctie. Naast vitamine B12 is foliumzuur ook nodig voor de aanmaak van rode en witte bloedcellen. Samen zijn zij ook betrokken bij de vorming van DNA en RNA en de omzetting van aminozuren. De opname van vitamine B12 begint in de maag. Hier wordt vitamine B12 door maagzuur en pepsine losgekoppeld van voedingseiwitten en tijdelijk aan R-eiwitten gebonden. In het duodenum wordt vitamine B12 losgekoppeld van deze R-eiwitten en gekoppeld aan een intrinsieke factor. Hierna bindt vitamine B12 aan drager-eiwitten voor actief transport en wordt de opgenomen vitamine B12 in de lever opgeslagen. Vitamine B12 kan ook via het passieve diffusie worden opgenomen, maar dit is inefficiënt. De inname van vitamine B12 voor Nederlanders tussen de 7 en 69 jaar is over het algemeen voldoende. Slechts 6% van de volwassen populatie in Nederland neemt onvoldoende vitamine B12 tot zich. De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid ligt tussen de 1,3 en de 2,8 microgram per dag. In de Nederlandse bevolking wordt het grootste gedeelte van de vitamine B12 uit dierlijke producten zoals zuivel en vleesproducten gehaald. De belangrijkste risicogroepen voor een vitamine B12 tekort zijn veganisten, senioren en personen met een maag- of darmaandoening. Veganisten lopen risico op een vitamine B12 tekort als zij niet genoeg supplementeren, aangezien zij geen gebruik maken van dierlijke producten. Voor senioren en personen met een maag- of darmaandoening komt de oorzaak van vitamine B12 tekort overeen. Mensen in deze risicogroep kunnen vitamine B12 niet goed meer opnemen door een aangetaste maag- of darmwand. De symptomen van een vitamine B12 tekort zijn bloedarmoede en neurologische degradatie. Als deze symptomen aanwezig zijn in een patiënt, wordt er een serumtest uitgevoerd voor de hoeveelheid vitamine B12 en de hoeveelheid metabolische intermediairs. Deze zijn een indicatie voor een B12 tekort. Zowel vitamine B12 tekort als een foliumzuurtekort leidt tot macrocytaire anemie. Dit soort bloedarmoede wordt gekenmerkt door vergrote, immature rode bloedcellen die duiden op een verlaagde DNA-synthese en een onvermogen tot delen. Foliumzuur is nodig voor DNA-synthese en kan dit alleen doen als B12 aanwezig is om foliumzuur om te zetten van de inactieve vorm naar de actieve vorm. Doordat vitamine B12 hiervoor nodig is, hebben een foliumzuurtekort en een vitamine B12 tekort hetzelfde symptoom, waardoor gesupplementeerd kan worden met foliumzuur terwijl B12 nodig is. Dit zal leiden tot een maskering van het B12 tekort en kan verlamming en onomkeerbare neurologische degradatie tot gevolg hebben. Voor een te hoge inname van vitamine B12 zijn geen symptomen of gevolgen bekend. De reden hiervoor is dat het lichaam zelf de opname van vitamine B12 kan beperken. Created using Powtoon.